Action. Ja, dat kennen we wel. What the fuck? Okay. Geluid? Geluid klaar, ja. Mike, geluid graag, ja. Oké, okay. Mike, stilte. Stilte voor opnames. Stilte voor opnames. En actie. Yo, beste mensen van schoolleven. Mijn naam is Dardro. En Lennart. Daan. En vandaag zijn wij op missie in Nederland. Op zoek naar de mascotte van Dardro. Ja, binnenkort op de streams en op de video's, op de vlogs, gaan jullie iets nieuws zien verschijnen. Een nieuw vriendje of vriendinnetje, dat weten we nog niet. Ja. Dus we gaan vandaag op zoek. Onderweg, dus, Veel plezier met deze vlog. En nu spoelen we even terug naar mijn thuis, want ik was weer al eens de intro vergeten. Oké, jongens en meisjes, ik had een afspraak en ik had een weddenschap. Kijk, ik denk dat ik niet wakker ben. Hè. Ik had een afspraak dat ik wakker moest zijn. En kijk nu, ik ben wakker. Kijk. Ik ga dan niet verwachten dat ik nu al wakker ben. Normaal gezien, als het net eraan komt, dan ligt hij in mijn bed of zo. Maar kijk hoe, hij maakt lawaai. Maar kijk hoe. Hier zo. Oh, ze gaan checken met gsm. Ja, ik ben wakker, Zot, hè? Dat had je niet verwacht, hè? Nee, ik dacht... Wat je bij? Nee, hey, dat is nog wel iets, hè? Zo'n bed. Ja, kijk, hé. Hey. Gewoon een PA, het zal wel zijn. Driver, PA. Alles ineens. Bezorger. Oh, fuck. Oké, Delivero is hier. Oh, zalig. Oké. Ja, dus op tijd opstaan heeft dus wel zijn voordelen duidelijk. Moet je koffie hebben? Past er goed bij, hè. Even lekker eten. Hoppa. Ja, Ricky, lekker. Ik heb weer lekker gezegd, zot. Kijk, broodje. En een eklerke, Ricky. Dat vind je weer het beste, hè. Nou ja. En zijn twixje. Zijn twixje, het zal wel zijn. En let op de rommel en mensen, ik moet dat nog opruimen, hè. Ik ken dat wel, hè. Lekker broodje, weet je wat? Ik ga er even van genieten. En dan zien jullie onze beat. Zo meteen onderweg naar eerst Michiel. Want daar moet ik nog een GoPro gaan halen. En dan rijden we van Michiel door naar Ben. Want Ben kent veel van papegaaien. Die gaat gewoon met ons mee. Het is wel in Nederland te doen. Super grote winkel. Er is al gevraagd of we daar mogen filmen. Dus we gaan met de camera naar binnen. En we gaan eens kijken wat voor vogels er zijn. Hè. En zoals altijd, dan zitten we op tijd, maar uiteindelijk zijn we dan ook wel weer te laat. Want ik had mijn was nog doen, op mijn droogkast en mijn wasmachine. Dus ja, moet ik ook nog allemaal doen. Dus bij Michiel zijn we iets later, maar Michiel is heel dag thuis, dat is wel geen probleem. Ja? Kerel! Ja? Die gast, dat kan toch niet? Allee, ja. Wat was die aan het doen? Hoi! Wat is die aan het doen? Huh? Aan het vechten met de bladeren. Nee, dat is een hond, maar die is gecamoufleerd. Die heeft dezelfde kleur als de bladeren. Oh, de heel zeven. Zie. Oh, ja, dat is echt. Wat? Ik zie die pas met mijn camera, weet je dat? Jij ook? Ja? Ja? Oh ja, ik had dat niet door. Ik had die echt pas met de camera in mijn blote oog, zie ik die hond niet. Ik zal de ogen uitgaan. Nee. Ja, nu zie ik hem wel, maar ik weet dat hij er staat. We zijn dus iets later dan verwacht, zoals ik net al zei. We zijn onderweg naar Michiel, voor de GoPro te gaan halen. En dan van Michiel rijden we door naar Ben. En die moet ik nu eigenlijk gaan bellen om te zeggen... Ah ja, ik zal er eens gaan bellen. Dat je ook later zet, hè. Ja, wacht even, dat is juist. De F-bel, die weet nog niet eens dat ik... Normaal moest je daar nu arriveren, 12 uur. Shit. Hey, jongen, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Ben. Wat zijn jaren? In de auto. Onderweg? Ja, we zijn er bijna. Nee, maat, alweer. Bijna tot de stralen. Het is mij niet gelukt. Allee, het is mij wel gelukt, hè? Ik was op tijd wakker, maar ik leg het zelfs wel uit als je er bent. We zijn nu onderweg naar Michiel. Ik ga die GoPro halen en dan kom ik naar u. Dus we zijn bij Michiel binnen een half uur ongeveer, iets minder. En dan rijden wij vandaar door, maar dat is Diepenbeek en dan bij u, dat is 10 minuutjes zeker, hè? Ja, een half uur.
20 minuten, denk ik. Oh, lekker. Nice. Ik heb juist naar die kleine winkel aan de lijn gehad, maar ik ben binnen gefilmd worden. Oké, voilà, goed. Jij bent trouwens nu ook live op de vlog. Zeg je? Ik zeg, jij bent nu ook op de vlog. Ah, oh, netjes. Zeg eens dag tegen de kijkers. Goeiedag. Ja, enthousiast alsjeblieft. Oh, wacht even, wacht even. Oh, RSK. Zeg nog eens even. Hé, hey, jongen. Goeiedag. Ja, oké, okay, ja, voilà. Nee, ik kan het niet insteken, dat is gewoon om je uit te dagen. Nee, oké, okay, dat is goed. Hola, dit is zo. Hey, AMG, alles. Nee, ik hoor eens een beat. Ik laat weten dat ik bij Michiel ben en dan weet je dat nog een kwartiertje niet ongeveer. Top. Dat is bij de Michiel. Michiel. En hier hebben we GoPro-materiaal. Daar draag je het vast. Michiel zorgt er mee voor ze. Hopla. Is goed, maatje. Dan hebben we dat ook. Gaan we zien wat we kunnen doen. In ieder geval, ik ga ze niet aan een Ben, want heeft me net al gebeld aan Ben. Die zo, waar zit je? Ik zeg, ja, onderweg. Zet er bijna. Ik zeg, ja. Ik zou je naar schoten en dan van Michiel. Dus ja, bij deze. Ja, oké, okay, maat, is goed. Dan gaan we dat meepakken. In ieder geval, dikke merci. Graag gedaan. En dan, wacht even, focus weer nu. Ja, dikke merci. En dan gaan we zien wat we ermee kunnen doen. Top. Wat dat we hier hebben? Goedemiddag. Hoe is het ermee? 2 uur te laat, dat zijn we ondertussen wel gewoon. Oh, wat, sorry. Ja. Nou, dat is moeilijk aan het lopen vandaag. Sliedrecht. Ik ga zoeken het adres door. Dat is een reactie. Oh nee. Hij zou kunnen nergens, dan is het naar voren komen. Ik zal er in de vangen zitten. Oh nee. Oh, oké, okay, ja. Dan moeten daar wel chique vogels zijn, hè, maat. Zeker. Dat verwachten we toch, hè? Ja, dat verwachten we zeker. Oké, okay. En, Lennart? We hebben het adres. Zo niet zien, hè? Deze man. Hier staat hier, hè? Ja, hoe lang is het? Half Europa door. Wacht even. Het duurt 57, maat. Voor de vogelken te gaan halen. Ja. Allee, we zijn weg. Ja. Waar dat de winkel toe is. Vijf uur tijd. Dat is vijf! Dat is 5 open! Oké, dat komt goed. We zijn weg. Oké, we weg naar de vogel. Terwijl we die vogel nog niet eens gaan meenemen van de eerste keer, zijn we nog een tweede keer terug. Dat is 8 uur rijden in totaal al. Nee. Ik kan misschien vragen dat hem tot hier kan vliegen. Ja, kunnen we weer vragen? Zullen we naar ons? Je kan wel vliegen, hè? Kan u naar ons vliegen? Achterrijden voor de vogel. Kunnen we geen pony pakken? Jullie staan hier toch wat grijpen. Kom, we pakken de pony mee. Oh, oké. Okay. Even bekomen. Ja, stop, Lennart. Stop. Oh, hebben we dat gevonden? We willen misschien over. Wat hebben we gevonden? Wat wachten we nog gevonden? Als we nu die kiekjes mee pakken, hè, onze vogel. Dus dat... Kom eruit. Zeker, hè. Safety first. Dat zijn andere mensen, hè. Dat is wel belangrijk. Ik ga even drinken halen. Man, zijn er op voorziende mannen, kijk. Gewoon even Red Bull erbij gehaald. We moeten het overleven, hè. We moeten naar de grens. Het is, hè. En het is stoppen dat we over de grens mogen. Dan we niet tot daar gaan voor niks. Maar Lennart zei net, dat is niet erg. Als we dan toch zijn, dan kunnen we met een drone gaan vliegen aan de grens. Alleen zien dat we niet over de grens vliegen, hè? Want anders... Ja, dan hebben we een probleem. Dan is de drone niet meer coronaproof, dan moet je 10 dagen in quarantaine. Ah, ja. We doen je mondmasker en dan zijn we allemaal in orde. Ja, dat is goed. We gaan doen om te lachen. Oh, ja. Mondmasker. Over die camera zo, een mondmasker. Oh, die propellers zijn 4 maskertjes. En we hebben alcohol gel en zo. Het eerst insmeren met alcohol gel. Ja. Man. Dan okay. Is het safe, hè. Dan is het virus dood. Dan gaan we verder op onze trip naar Nederland. Oh, ja.
Wij zijn echt gek, nu moet oppassen. Nu is het zo GTA, hè. Als je een Belgische nummer platen. Als je drie sterken hebt, moet je gas geven, hè. Moet onder een brug gaan wachten, dan kunnen ze niet meer vinden. Dus één sterke, dan rijd je gewoon harder. Oprit oprijden, licht ernaast. Over de grens, wie had dat gedacht, mannen? Zie je. Op, zo'n goede weg hier ineens. Ja, ook een goede weg, hè. Geen enkele put in de baan. Ja, België, want daar betaal je verkeersbelasting voor een mooie weg. Kijk! Oh. Yo, dat is echt gek eigenlijk. En nergens een put, hè. Zo paf! Bumper kwijt. Sorry, vrouw. Doe zo bam! Shit! Put in de weg. Oké. Okay. Een klein beetje dat je rijdt maar. Als je dit bord ziet, zo rood, moet je niet kijken naar de pijlen. Dat is altijd verbod. Dus je moet altijd wachten. En dat is zo'n blauw. Ik heb het niet kunnen laten zien. Maar dat is zo'n blauw bord. Wist je dat? Veel mensen kijken altijd naar pijlen. Nee, maar die, want soms draaien ze dat om. Hè. Het is een rode pijl naar boven en op een blauw bord. Maar alsnog heb je nog altijd voorrang. Hè. Dat is een voorrangsbord. En jij moet eigenlijk naar de gele. Nee, je moet naar geen pijl. Nee, moet naar geen pijl kijken. Kijk, hier ga ik filmen. Kijk. Ja, dan heb jij geen voorrang. Nee, maar altijd. Stel dat die rode pijl naar voren staat, zal je volgens de pijlen geen voorrang hebben. Hè? Klopt, hè? Ja. Maar een blauw bord is een verbodsbord, een voorrangsbord. Jij moet het voorrang. Een rood is verbod en een blauw is gebod. Dus je hebt altijd voorrang. Ook al staat die pijl rood naar voren, als het fout zit, maakt niet uit. Je blijft bij een blauw bord nooit een voorrang hebben. Nou, dat is wel blij mee. Ja. Dus veel mensen weten dat niet. Zetten. Ze gaan het normaal gezien niet fout zitten. Mm. Normaal gezien niet. Zijn we klaar? Ik ben klaar. Het is. Maar die keer. 2 uur rijden. 2 uur? Vandaag al 4 uur. 4 uur gereden. Van een vogel. Hé, daar zijn ze. Zie je daar vliegen? Moeten we die nog zelf vangen? Ja. Moeten we die nog vangen? Ja, Ben. Moeten we die nog vangen hier? Een van het leger. Wat hè? Een van het leger zal wel geven. Een van het leger, die kan vogels vangen, ja. Oké. Okay. Benieuwd. Ik ben beter mijn nummerplaat eraf halen, want er is politie hier. Brandweer zelfs links, dat is hier gewoon een kazerne of zo, jongen. Dat is hier gewoon een kazerne. Dat is hier waarschijnlijk gewoon een kazerne. Kijk hier de brandweer. Ik ken dat nog van de roleplay. Dat is een woordvoerder. Dat is echt, dat is een. Maar je lacht daarmee, joh. Dat is echt zo. Een ambulance, dat is echt heel raar, hè? Nederland, dat is anders. Oké, okay, boys, hier zijn we dan. Zet dat toetje zitten. Dat toetje zitten? Ja, hey, dat een Mario. Daar een Mario op mijn schouder zo. Ja. Zalig. Ja. Oef. Oei, oei. Ze hebben dat zien passeren. Dat is een beetje. Ik ben niet uit dat je gestopt bij de auto. Dan ga je eens kijken, hè? Zie. Hij heeft een schrik. Kijk, zie. Dan weet ik dat je kijken, want dan weet ik dat weer. Goh, jongen, je bent een kerel, jij. Zat er nog iemand hiernaast misschien? Ik weet niet. Misschien een hele opdracht hier. Wil ik een vogel kopen? Dat is de beste zeg. Dat kan niet. Oké, okay, we zijn hier bij onze Rikkel dierenvriend. Oké, okay, eens kijken. Oké, okay, go. Bam. We zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Ben jij er klaar voor? Klaar geboren, hè. Dit is nu nog een beetje bedelgedrag. Dit krijgt nog wel een beetje pap. Maar begin volgende week mag deze lengen dan. Vandaar dat hij ook zo. En hoe groot worden die? Niet veel groot dan. Eigenlijk bijna alles wat we hier nu hebben zitten. Die kunnen rond de 40 worden. De kuis. Ik vind deze wel beter dan ja. Die. Ja. Precies niet. Dat zijn mijn favorieten. Er zit heel wat energie in. Ik heb er niet van. Kijk, ik heb bij hem thuis geweest. Ja. Vorige week. En hij heeft zo'n blijfpapagaatje. Ja, ja. En ik vond het zo vet. Dus ik kom naar Pieter op die. Ja. En die, ja, dat was gewoon heel leuk. Ik heb ook een papegaai, ja. Maar ik vind precies deze leuker dan de, ja. Een dwergpapegaai. Ik vind dit het leukste spel, omdat er zoveel energie in zit, zo speels.
En het is een vrij sociale vogel. Er zit wel een heel wat karaktertje in, dus het kan soms wel wat negatief gedrag sneller leren dan een vogel die wat rustiger is en wat minder energie heeft. Mm-hmm. Maar dat maakt ze juist wel leuk. Dus een uitdaging over bijvoorbeeld een dwergpop gaan. Maar die maakt nu lawaai, maakt dan ook zo. Dit is een bedelgeluid. Dit geluid gaat eraf. Dit is puur gewoon dat hij om eten vraagt. Ja. Als je geen. Als hij zeg maar compleet op het vaste voer zit en geen tanden krijgt, gaat hij dit geluid niet meer maken. Ja. Het is wel een Zuid-Amerikaanse soort. Zuid-Amerikaanse soorten zijn over het algemeen vrij luid. Mm-hmm. Ja, de regenwoud zijn er zo snel, zijn er aardig wat bomen tussen. Dus moet je maatjes kunnen vinden door geluid. Mm-hmm. Hoewel de kijks kunnen aardig schreeuwen, maar je fluit ook veel. En het is vaak minder storend als bijvoorbeeld een ara die met meer dan 100 decibel... Maar dit is niet storend, ik vind dit niet storend. Ik vind dat... Precies, ik vind van de Zuid-Amerikaanse soorten vind ik de kijkers wel het minst storend. Ja. Wel hard, wel schel. Als je een vogel hebt, ga je geluid hebben. Dat is zo fijn. Dat is geen probleem. Mijn buren vinden dat geen probleem, maar ik... Wat je eten? Ik kom wel aan het eten. En welke kleur heb je bij deze vogeltjes? Je hebt de roeskopkijk, van wat wij hebben heb je de roeskopkijk, dat is deze. Ja? Die wordt nog helemaal oranje. Er zit nu nog wat zwart in, maar dat is omdat hij nog jong is. Ja? En dan heb je ook de zwartkopkijk. Die we wel eens hebben. Die zien er zo uit. Ja, dat zou ik toch liever een zoentje gaan. Maar dit is niet blauw of zo, hè? Ze zijn er in blauw, maar ze zijn heel duur. Dat is een kleurmutatie, is die hebben we eigenlijk nooit. Duizenden betaal je daarvoor. Dat is een zeldzame kleurmutatie. Ja. En dat is dan ook gewoon een roeskopkijk, alleen dan een mutatie ervan. Ja. Maar dat. Die gaan we niet zomaar hebben hier. Nee, ik ken er echt niks van, maar kunnen we erin verdiepen? Ik ben ook al eerder een huisdier en een hond, daar moet je mee gaan wandelen. En deze kun je gewoon de hele dag mee bezig zijn. Precies. Maar, en als je er buiten mee gaat vliegen, is het ook heel gaaf altijd. Ja. Kunnen we wel even onze vogels waar we ook bij zijn? Ja, zeker. Kom, Jan. Knabben. Nee, ja. Slijm alles. Is dat echt? Was dat slijm? Ja, is van een collega van me. Zalig. Daar ben ik wel bang van slijm. Dat zijn jullie beste praatjes. En praat hij? Nee. Ja. Dat is echt gek dat die stemmen kunnen nadoen. Ja, het heeft geen zin in. De hele dag buiten gezeten, dus je merkt dat ze wat moe zijn, met chagrijnen. Ja, je mag hem aaien. Als hij zijn kop naar voren doet, dan mag je hem aaien. Als zijn kop naar voren doet, en achter zijn kop, dan mag je hem aaien, ja. Ah. En dan weet je dat hij borstelt als hij zijn haar al in zijn vleugels op doet. Ja, hij geeft dat wel heel duidelijk aan als je mag aaien. Zie je bij veel vogels wel, hè? Ik ken hem niks, ik moet nog volledig gaan aaien. Ja. Ik zou gewoon lekker veel erover lezen. Ja, doe ik zeker op dan. Internet zijn wel ook heel veel fabels, kijk er ook mee uit. Ook een beetje logisch nadenken. Er zijn hele extreme meningen en vaak kan het gebeuren bij, zeg maar heel vaak die mensen die hebben één of twee vogels en dan zijn ze van bijvoorbeeld mannen zijn liever of poppen zijn liever. Ja. Maar vaak maakt dat verschil per vogel. Het is vooral het karakter van de vogel, zeg maar. Ik krijg er een baasje ook en denk, hoe jonger je het vogeltje hebt, hoe beter het aanpast. Precies, je krijgt gewoon een band met het vogeltje. Het vogeltje krijgt een band met jou en op die manier heb je, op die manier bouw je een band op met de vogel. Wauw, toch een man, echt waar, echt ziek. Je zit heel dag buiten, nu vandaag al wel binnen gezet. Als je binnen toch, Simon? Als je binnen is, ja. Die vliegen normaal buiten. Deze niet. Nee, deze is allemaal voor de verkoop. Er zijn ook nog jonge vogels. Ja, dat is wel een mooie tand. Ja, het is allemaal met de hand. Ze zijn helemaal handen gewend. Kan iedereen spelen ook. Vanavond zo wel wat spelen. Hier, misschien voor je thumbnail. Lorenzo, misschien voor je thumbnail. Nee, hoeft niet, ik moet zo openen. Heeft u een zintje als je dat zonder die kijk? Maar ja, misschien onder dat licht zijn er meer belichting of zo. Dat is wel mooi. Is een wat moe van de dag. Druk geweest vandaag. Het zijn de twee vleugels en de ene grootste papegaai die er zijn. Ja, ik was en de Jacinta daar was groot.
eten. Kappen? In de babykamer? Ja, nee? Doen we wel. Alles gewoon lekker doen, dan eten we ook snel mogelijk. Zalig toch? Oh ja. Het is een beetje wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, niet op de site staat. Zo was de site exact. Maar reguliere vriend.nl. Ik heb die record zoek. Die yes, vriend, staat, ik heb hem al gehad. Zeg. Deze? Ja. En hier komt er een staan. Actuele aanbod. Dat is wat we nu hebben zitten, zeg maar. Ja. Het verwachte aanbod is wat we... Ja. Gaan krijgen. En ik ging voor de. Welke was het mee? Die, hè? Zie je. Ja. Nul beschikbaar. Nee, oké, toppie. Ça va. Oké, dat weet ik genoeg. Yes. Ça va. Alvast bedankt. Zullen we dan is dat over weken, maanden? We zien wat. Ja, we kijken inderdaad wel om even de site in de gaten houden. En ik update hem gelijk als ik, als ik weet dat ze kunnen. Oké, top. Dan komen we sowieso terug. Ça va. Yes. Yes. Oké, okay, dankjewel. Top. Top. Tot ziens. Hey, ja. Oh. En nu in plaats met de papegaai gaan we met de droom vliegen. Zalig toch? Oh, ja. Wel duur, ik had niet verwacht, dat maakt niet uit. 1000 euro van voor, in april? Ja, Jan, die van mij, 15 euro. Is veel, of niet? Is veel, of niet? Allee, ja, maar ja. Ja, dus, ja. Maar af en maar. De andere koppen? Juist hetzelfde. Juist hetzelfde. Wauw, hè? Ja. Dat is een... Oh, 1000 euro voor een vogel. Ik heb vanaf nu een donation bar. Nieuwe vogel. Nieuwe vogel. Oh, man. Mascotte. Maar dan nooit. Hey. Het is wel een beestje dat heel leven meegaat, hè? Een hond kost ook 1000 euro. Ik weet wel een perfecte naam. Mario. Van Mario? Nee. Mario. Voilà. Maar zijn jullie echt vloggers? Ja, ik ben een opkomend vlogger eigenlijk. Voilà, dus nu komt je de vlog, mevrouw. Hallo. Okay, yeah. Nee, mijn naam is Dardro op YouTube. Ja. En ik ben begonnen met vloggen eigenlijk. En ik wil een papegaai kopen. Uh-huh. En hier in Nederland was blijkbaar een super goede winkel. Dus zijn we gewoon naar hier gekomen. En nu zijn we gewoon op de vlog in Nederland. En is dat ook op de vlog? Yeah. Hopla. En hoe heet jij? Alicia. Danel. Voilà, bij deze Alicia Danel, jij komt ook op de vlog. Op YouTube. Yeah. Leuk? Leuk. Fijn? Ah, nee, voilà. Maar het is heel leuk, hoor, de winkel in de buurt. Ja, het is echt een hele leuke. Want wij zien heel de papegaaien voorbij vliegen. Mm-hmm. En als wij in de tuin zitten in de zomer, dan komen ze gewoon op onze tafel. Zalig. Als we daar wijn aan drinken, dan drinken ze zelfs de wijn. Zijn ze zat? Ja, eentje die had een keer te veel rosé. Zitten. Nee. Binnenkort is onze mascotte zat. Zoals we ja. Ze zijn helemaal niet verlegen. Ja, want die... Ik heb ze ook al twee keer op mijn arm gehad. Echt? Nou, mooi. Ik kom voor zo'n kleintje. Ik ga zo'n klein vogeltje pakken. Maar nu ook? Echt maar... al vandaag? Nee, ik moet hem bestellen. Oh. Dus die moet nog geboren worden zelfs. Dus. Okay. En ik ben ook YouTuber en ook livestreamer. Dus ik speel ook spelletjes en dan gaat die vogel mee op de camera komen. Dat is kei leuk. Hey, en wat was je naam? Dardro. D-A-R-D-R-O-O. Dardro? Dardro, ja. Oké, okay, we gaan je onthouden. Top, okie dokie. En als je groot bent, dan zeggen we, wij kennen je. Ja. Kijk eens, je chic toch, of niet? Hey, hey, toppie. Hey, ciao hè. Jojo. Oké, okay, dan gaan we nu ook wel vliegen met de drone. En dan eten. En dan... Ja, bekend, ja, het zal wel zijn. Hier is het bekend. Oké, okay, we zijn nu weg, boys. Oké, dus dikke shout-out naar deze twee topdames. En nu gaan we gewoon lekker iets gaan eten. Oké, okay, we zijn even gestopt bij de Mackey, maar... Ik dacht dat we hier niet konden eten, dus ik had Lennart al gestuurd om te kijken of we binnen iets konden eten. Omdat ik dacht dat het zo eerder koffie... Even toedoen. Omdat ik dacht dat het eerder zo koffie was enkel. Maar je kunt hier dus ook gewoon hamburgers eten en zo. Dus gaan we gewoon hier eten en dan rijden we terug richting België. Sorry? Oké. Ik zou wel even je honden willen desinfecteren. Ah, ja, ja, zeker, zeker, zeker. Hier, aan de... Ja, ja, toppie. Toppie, toppie. Ja. Hier. Ja, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Ik ben hier wel. Safety first. Moet niet. Nee, heb je juist gevraagd. Nee, ja, het is een advies. Ja, er is niemand anders. Er is niemand anders. Dank je. Veilig afstand, hè. Ah, oké. Top. Top. Hoi.
Ladies first. Yep, all done. Oké, okay, we zijn aangekomen. Prima, ben thuis. Echt enorm, enorm, enorm hartelijk bedankt voor vandaag, boys. Echt waar. Geen probleem, man. Ik heb er echt van genoten. Niet normaal, echt waar. En binnen enkele weken, maanden, kunnen we het vogeltje gaan ophalen. Dat is, ja, als de vogel poept, dan kunnen we gaan. Dus ja, het moet, zeker, nog, zeker. Het moet nog geboren worden. Dus in die tijd hebben we tijd om alles voor te bereiden. Dan Ben heeft er al voor gezorgd dat ik een mooi kot ter beschikking heb. Dus daar hebben we geen zorgen meer over te maken. Het is enkel de naam. De naam is wel belangrijk, de naam voor het diertje. Dus, en als we het diertje hebben, ja, dan komt het bijna in elke vlog. Of zij in elke vlog, is het een hij of zij, dat weten we nog niet. En ja, dan zit ik hem achter op de stream op een nieuwe setup. Ik zie er echt enorm hard naar uit, echt waar. Maar vandaag was een enorm leuke dag. Nogmaals, zoals ik zei, bedankt boys. En, geen probleem. Ja, dan gaan we vlog echt gaan ook. Ja, leuke dag. Ja, zeker. Misschien ook iets doen, de winnaar van de naam, dat we daar iets mee doen. De winnaar van de naam. Dus welke naam dat er uiteindelijk gekozen wordt, dat we daar met die persoon iets gaan doen. Wij de vogel in het echt. Ja, oké, dat is een deal. Dus als de naam die jij zegt gekozen wordt, dan kom jij gewoon naar mij thuis, naar het vogeltje. Zo simpel is het. Voilà. Zo simpel is het, voilà. Dus geen 100k punten op mijn kanaal Twitch, gewoon een juiste naam. En als ik zeg die naam is het, dan kom jij gewoon naar mij thuis. Als je dat wenst, dan kan je het vogeltje zien en ook eens vastpakken, en kent dat wel. Dus oké, dat gaan we doen. Goed idee, goed idee. Dus, thanks voor vandaag. En dan sluiten we de vlog af zoals altijd. Dus, flex die biceps! En joejoe!